Dan heb je geslapen en dan word je wakker en dan ruik je gewoon al dat er zo'n goor broodje of zo wordt opgewarmd. Ik ben Xandra Velzenboer, shorttrekster en ik zit in Heldenpraat. Mijn vriend, ja. En daarna mijn kat, Henkie. Ja, ik schaam me toch een beetje voor die naam. Ik krijg de kriebels van vliegtuig eten. Ja, dat vind ik echt heel vies. Dan heb je geslapen en dan word je wakker en dan ruik je gewoon al dat er zo'n goor broodje of zo wordt opgewarmd. Nou, dat vind ik echt heel naar. Ik word er soms wakker van de geur. Ja. Ja, joh, mijn ouders, denk ik. Ja, die staan toch altijd achter me. Het ergste dat iemand me ooit heeft geflikt, en het is niet echt erg, maar... Ja, ik ben wel eens een keertje door een jongen uit mijn klas op de middelbare school in een container gezet. Zo'n papieren grote container. En dat was wel grappig, maar... Ja, het ook wel weer heel erg beschamend, hè. Mijn hele klas stond daar gewoon bij. Nou, ik heb wel eens gedacht bij Expeditie Robinson, maar ik wil er eigenlijk ook weer niet aan meedoen, want ik denk dat ik er zo uit word gestemd. Ik denk dat niemand mij leuk vindt als ik in zo'n programma zit. Word ik helemaal niet leuk van, veel te fanatiek. Ja, dus dan, ja, dat is misschien toch geen goed idee dan, hè? Harry Styles. Ja, ik ben groot fan. Dus, ja. Ik ga volgend jaar ook naar een concert. Ik zou 3 jaar geleden al zijn geweest. Dat ging toen toch, kon ik toch niet. En echt lang van gebaald. Maar ik ga eindelijk. Ik ben niet echt bijgelovig, maar ik trek wel altijd eerst mijn... Ik trek eerst mijn rechterschaats aan, altijd. Dus dat is misschien toch een beetje bijgelovig. En ik doe altijd mijn hoes op een bepaalde manier om mijn schaatsen. Ik heb een groene en een oranje kant. En de oranje kant zit altijd voor. Voor onze sport is natuurlijk erg belangrijk een frisse lucht. Omdat ja, alles moet voor ons moet perfect zijn eigenlijk. Om die topprestatie te leveren. Dus schone lucht hoort er ook bij. Ik heb thuis ook de luchtreiniger van Dive in staan. Dat is wel heel fijn. Haalt een beetje alle stofjes en zo uit de lucht. Ja, student denk ik. Ik ben 21, dus... Had ik denk ik nog gestudeerd of was ik net klaar met mijn bachelor. Ik studeer nu Life Science and Technology aan de Universiteit van Groningen. Dus ik ben eigenlijk ook een beetje student. Wat mensen niet van mij weten is dat ik ook af en toe wel eens teken als hobby. Ja, ik doe dat niet superveel en ik zou ook niet zeggen dat ik een ster in ben, maar het is wel een goede afleiding. Mijn opa schildert en die schildert altijd... portretten van de familie en zo. Dus misschien ben ik toch een beetje daarvan. Dat denk ik dan, ja.